Welkom bij Topnames vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Misschien hoor je het een klein beetje op de achtergrond. Hier regent het in ieder geval, wellicht bij jullie thuis ook. Hopelijk bij Stekel niet. Die is er deze week niet. Hij is op vakantie. Hij is in Londen. Wellicht kijkt hij mee. Dan krijgen we nog vragen van hem. Zijn gewone stekelige vragen. Zo niet, dan wens ik hem een hele prettige week daar in Londen. Ik doe het alleen, maar help me een klein beetje mee. Als je vragen hebt thuis, gebruik Twitter om ze te stellen met de hashtag FMT. En we nemen de vragen mee. Ten eerste vragen aan Arne Hendricks. Arne, welkom. We hebben een voorgesprek gehad en jij hebt... Doet veel dingen, verschillende dingen. Maar als je nou zelf moet zeggen wat je doet, wat zeg je dan? Tegenwoordig noem ik mezelf maar gewoon kunstenaar. Ja. En waarom is dat een makkelijke naam? Nou ja, dat geeft je eigenlijk de kans om alles te doen wat je wil doen. Hè? Vrij en op een bepaald niveau. Ja. Ik ben ook wel tentoonstellingmaker of ik noem ze, sommige mensen noemen me een radicale ecoloog. Ja, weet je, what's in the name? Ik weet het niet meer. Dus ik denk dat het bij mij vooral om kunst gaat, om het kijken naar dingen en om daar een nieuwe betekenis in te zoeken. En daarom noem ik mezelf kunstenaar. We gaan over een aantal van de projecten die je doet, gaan we zo direct praten. We beginnen eventjes met de actualiteit. De Dutch Design Week staat te beginnen. Ja. Age of Wonderland is het project waar jij bij betrokken bent op dit moment. Ja. En wat is dat voor project? Age of Wonderland is een initiatief van Hyfos en Baltan. Dat zijn twee organisaties. Hyfos houdt zich bezig met ontwikkelingswerk. Of ik weet niet hoe je dat tegenwoordig noemt. En Baltan is een laboratorium in Eindhoven dat zich vooral op het gebied van innovatie begeeft. Die werken nu samen en vanuit de gedachte dat de uitdagingen die we op dit moment in de wereld voor ons zien, dat die niet alleen kunnen worden opgelost met een westers perspectief. En dat we mensen uit het globale zuiden moeten uitnodigen om mee te denken, om een plek te geven in ons ontwerpproces. En vooral ook goed naar ze te luisteren en van hun ervaringen te leren. Ja. Jullie zijn er al eventjes mee bezig. Geef eens aan, wat heb jij tot nu toe geleerd van hun ervaringen, hun inzicht? Zo, nou zeg, dat is echt een hele lijst. Kijk, ik heb vooral geleerd om mijn eigen vooroordelen eventjes te parkeren en vooral tijd door te brengen en te luisteren en open te staan voor een heel ander perspectief op voedselcrisis, op het gebruik van big data, recycling, et cetera, et cetera. Wij hebben daar allemaal opvattingen over, goede, slechte, maakt niet uit. Zij hebben daar soms hele andere ideeën over en dat kan soms ontzettend inspirerend zijn. Ja. Het klinkt nu als een soort van een permanente brainstorm. Maar hoe gaat het in zijn werk? Beginnen jullie met een vraag, met een probleem en hoe gaan jullie dan verder? Ik denk dat we allemaal wel weten wat de grote uitdagingen van deze tijd zijn. Dat gaat over energie, dat gaat over voeding, dat gaat over afvalverwerking, et cetera, et cetera. Nou, die grote gebieden, die hebben we in de afgelopen 3 jaar in kaart gebracht. We hebben meestal eigenlijk via het netwerk van Hyfos een vraag uitgedaan van hoe verhouden jullie tot deze problematiek of tot deze uitdagingen? Zijn jullie met projecten bezig die hierover gaan? Doe een voorstel en kom naar Nederland en leer ons hier iets over. Eigenlijk komt het daarop neer. Ja, en nogmaals, je zei wat heb je geleerd? Maar je zegt nu weer, hè, van leer ons hier eens over. Hoe groot zijn die, help me een klein beetje, hoe groot zijn de verschillen? Nou goed, bijvoorbeeld, er was een ontwerper uit Oeganda 2 jaar geleden en die wilde iets doen met de recycling van plastic flessen. En zij ging naar recycling in Eindhoven toe, het speelde zich daar af, en kwam bij de afvalverwerking en wist niet wat ze zag. Ze kon zich niet voorstellen dat wij zulke mooie producten weggooiden. Zeiden we, ja, jullie afval is zo mooi. Dat is zo'n prachtig spul. Ja, dan kijk je toch heel even anders tegen die afvalberg aan. Ja. Dat soort dingen bijvoorbeeld. Maar er is nu bijvoorbeeld ook op dit moment in Nederland een Iraanse ontwerper die met virtual reality de gevolgen van humanitaire rampen, oorlogen, terroristische aanslagen laat zien vanuit het perspectief van iemand uit Iran. Heel anders. En, dus hij laat eigenlijk je ervaren... hoeveel mensen er eigenlijk op dit moment slachtoffer zijn van het geweld in die regio, onder andere in Syrië. Dat zou niet snel in Nederland gemaakt worden op die manier. Daar komt er toch een soort moraliserend vingertje bij, denk ik. En hij laat gewoon heel simpel weg, maar heel erg aangrijpend, de bodycounts zien. Ja, maar jullie doen dat met een... Uh, ik,
volgens mij, als ik het goed zag, een stuk of 6, 7 mensen per... Zes per jaar of per seizoen. Hoe brengen jullie die verhalen van die mensen of die ervaringen die jullie met elkaar hebben naar een groter publiek? Ten eerste, het proces gaat zo. We nodigen ze in mei al een keer uit om kennis te maken met de context in Nederland. Dus ze zijn hier dan 2, 3 weken. En op dat moment verbinden we ze ook al met lokale makers. Dus we laten ze ontwerpers en kunstenaars en creatieven uit het Nederlandse veld ontmoeten. En hopen, maar dwingen dat niet af, maar hopen dat ze vriendschappen maken, dat ze een connectie maken met die mensen. Natuurlijk nodigen we mensen uit waarvan we vermoeden dat er een gedeelde interesse is. Gaan zij soms op de achtergrond met elkaar verder met projecten en komen ze een week of 5, 6 voor de design week, komen ze weer terug. En dan zijn ze vaak al met die mensen in contact geweest en dan gaan ze samen aan het werk en dan maken ze iets wat we tijdens de Dutch Design Week laten zien, samen. Een project in hun interesseveld. Ja, dus de komende weken is het moment daar weer om die dingen te laten zien. Ja, ja. En weet je, heb jij al een voorproefje van gehad? Weet je al wat er gaat gebeuren? Nou, een van die dingen is dus wat ik net bedoelde, die Iraanse ontwerper. Een andere hele interessante ontwerper, die maakt peer-to-peer radio's. Misschien ook wel leuk voor jullie. Maar die ontwerpt radio wat je eigenlijk in een rugzak gewoon kunt meenemen. Maar dan vanuit de context in Indonesië, waar 17.000 eilanden, waarvan er heel veel niet echt aangesloten zijn op het medianetwerk, zeg maar. Ja. En hij ontwerpt dus eigenlijk een soort rugzak van draagbare radio, wat je mee kunt nemen. En waardoor je dus eigenlijk, ik zou radio voor jou kunnen maken, jij hebt ook zo'n rugzak, jij maakt het weer voor jouw buurman. En zo gaat het als een soort Chinese whisper, maak jij radio voor een hele regio. Vanuit de gedachte dat je zo elkaar kunt informeren, ook als er bijvoorbeeld een ramp als een tsunami aankwam. Dat was zijn oorspronkelijke inspiratie. Ja. Toen die tsunami er was, was het de helft van de eilanden, werd niet eens een signaal naartoe gestuurd. Dus dat overviel hen helemaal. En toen dacht hij, er is iets mis, we moeten daar iets voor maken. Tegelijkertijd voor de Nederlandse context ook wel interessant, hè? Als je je eigen media weer in beheer gaat nemen. In plaats van dat je alleen maar luistert naar wat er op de radio is. Ja. Daarom denk ik dat voor jullie ook interessant. Ja. Nee, heel interessant. Hey, Jesse, in het begin zei je van, het is goed om onze wereld te koppelen aan de andere werelden die er zijn. Maar dat geldt ook op een ander niveau. Hè? Want het is ook de Design Week. Dus het is ook een wereld van verschillende disciplines bij elkaar brengen. Waar zit daar de toegevoegde waarde van verschillende disciplines bij elkaar? Nou ja, kijk, als je... Het is natuurlijk een cliché om te zeggen dat er nog steeds heel veel stoelen en tafels worden gemaakt, want die zijn ook nodig. En de Dutch Design Week is een bottom-up initiatief waarbij de kracht van de week is eigenlijk dat iedereen mag meedoen en kan meedoen en uit eigen initiatief iets organiseert. Maar ik vind het heel belangrijk dat ook de sociale relevantie en de echte noodzaak van ontwerp op een systeembasis en ook op een globaal niveau tijdens zo'n week in kaart wordt gebracht voor die 250.000 bezoekers die er zijn. Want anders krijg je toch soms een beetje het idee dat het heel veel gaat over spullen. Maar ontwerpen gaat natuurlijk ook over de maatschappij en hoe we die vormgeven met elkaar. Hoe ontwerpen we ons eigen verlangen naar dingen bijvoorbeeld. En ik denk dat we dat ook wel met deze fellows, we noemen ze fellows, die wij uitnodigen een beetje in kaart brengen. En in ieder geval toevoegen aan het programma. Een wat socialer, geëngageerder programma dan misschien het gemiddelde. Ik wil zeggen dat de andere dingen niet geëngageerd en sociaal zijn, maar dit gaat wel heel ver. Dit gaat zo echt over politieke dingen en over mensen die in hun eigen regio vaak nog heel veel te winnen hebben. En dus een andere urgentie hebben in de dingen die ze maken. Hey, een aantal jaar geleden was je ambassadeur van de Dutch Design Week. Als ambassadeur, waarom is die week belangrijk? Nou ja, kijk, alles wat er om je heen is, is vormgegeven. Alles is het resultaat van keuzes die wij als mens, als mensheid hebben gemaakt over hoe we dingen willen indelen. En we weten allemaal dat er op dit moment best wel grote uitdagingen liggen op het gebied van klimaat, politiek, etc. Hoe meer mensen ontwerpen, het vak ontwerpen, überhaupt begrijpen dat je dingen ook kunt maken, hoe meer mensen zich dat beseffen, hoe beter. En daarom is de Dutch Design Week heel belangrijk, want er komen gewoon 250.000 mensen op af. Die dus 250.000 kansen om met iemand een connectie te maken en relevante informatie met elkaar te delen op dat gebied. Ja. Je zei, dit project, Eens Wonderland, gaat over de grote problemen die er zijn. Je gaat die bekijken met 6 mensen.
Hoe moeilijk het is het om die kleine druppel, zeg maar, hoe moeilijk het is het om aan de ene kant te zien hoe grote problemen er zijn en tegelijkertijd eigenlijk zo klein en zo kleinschalig bezig te moeten zijn. Ja, ja, nou, ik geloof eigenlijk alleen maar in dat kleinschalige, eerlijk gezegd. Ik geloof dat je door één iemand heel erg goed de diepte in te volgen soms veel meer kunt leren dan 1000 mensen een beetje oppervlakkig. Het is natuurlijk een interessante paradox dat we dit jaar met name over big data hebben en open data. En dat gaat over grote getallen, enorme hoeveelheden informatie. Ja. En dat we dat dan aan de hand van 6 hele specifieke voorbeelden doen. Maar daarom, ik vind het ook echt een hele goede vraag. Maar juist luisteren naar die ene persoon die daar iets bijzonders over te vertellen heeft, is vaak veel inspirerender dan het algemene grote verhaal. Dat je best vaak op een soort oppervlakkige manier meekrijgt. Maar gewoon één keer met iemand helemaal meereizen naar zijn of haar wereld, levert meer op. Ja. En wat is, als je nu, big data is ook zo'n overkoepelend begrip, hè, want het kan ook overal en nergens over gaan. Waarom hebben jullie dit thema gekozen? Waar gaat het bij jullie dan over? Ja, nou ja, het is natuurlijk een thema wat heel erg in de picture is op dit moment. Waarom wij het direct hebben gekozen is eigenlijk dat er heel veel beleid wordt gemaakt op dit moment op basis van big data. Dus er is een shift. Bij samenwerkende organisaties of NGO's. Een shift naar heel goed de big data analyseren en daar dan je beleid uit te filteren. Op het moment dat je dat gaat doen, en dat gebeurt op het hoogste niveau bij de United Nations, et cetera, dan moet je wel heel goed weten wie die data creëert, wie die data bezit, wie bepaalt wat die data betekent. Dus je moet gewoon echt een hele goede inhoudelijke discussie over data hebben voordat jij gaat beleid gaat maken op basis daarvan. En wij willen daarmee gewoon een duit in het zakje doen, vanuit Hivos ook. Van oké, wat is die data dan? En wat zijn de grote vragen die er spelen? Wat zijn de vragen die er in ons netwerk in de wereld spelen als het over data gaat? Hoe gebruiken ze het of hoe gebruiken ze het niet? Wat zijn hun andere opvattingen daarover? Ja, want data suggereert altijd objectiviteit, hè? Ja, en dat is dus en waarheid, zeg maar. Als je iets telt, tel je ook altijd iets niet. En wat jij wel telt en wat je niet telt, is heel erg belangrijk voor wat er vervolgens met die informatie gebeurt. Ja, dus hoe, als jij dat dan voor je ziet, want normaal, jou worden data gepresenteerd, wat wil jij er dan bij weten? Want hoe kun je, zeg maar, als gewoon mens, gewoon een burger, daar ja, kritisch naar kijken, daar vragen bij stellen? Ja, dat is ook wat je kent namelijk. Ik ben ook een gewoon burger. Hè? Ja. Want ik ben helemaal geen specialist op big data gebied. Sterker nog, helemaal niet. Maar ik ben wel geïnteresseerd. En ik weet dat het ontzettend veel invloed heeft. En nog meer zal gaan hebben op onze levens. En daarom denk ik dat. En ja, goed, dat is maar hoeveel wil je weten als mens? Waar wil je wat vanaf weten? Waar wil je betrokken bij zijn? Ik denk dat het belangrijk is om bewust te zijn van de voor- en de nadelen van data. En ook hoe het gemaakt wordt. Wat wordt er wel geteld? Wat wordt er niet geteld? Dat soort issues vind ik heel belangrijk. Ik denk dat dat voor iedereen uiteindelijk gevolgen zal hebben. En als je data niet kent, of als je je niet verhoudt tot de generatie, tot de big data, ja, dan neem je geen deel ook. Dan kun je jezelf ook niet meer beschermen. Er is één fellow, Budi Prakoso uit Indonesië. Zijn project gaat echt daarover. Hij maakt programma's die jou en mij in staat stellen om onze eigen big data te genereren, samen met elkaar. En wat houdt het dan in? Wat voor data is dat dan? Nou ja, hij geeft bijvoorbeeld een voorbeeld. Stel, je woont langs een rivier waar een grote chemische fabriek langs ligt. En die chemische fabriek die vertelt heel de tijd dat er niks aan de hand is met je drinkwater daar zo. Maar de vissen zien er toch wat gek uit en op een gegeven moment worden de mensen ziek in jouw omgeving. Dan is het misschien toch heel goed om met een community samen zelf wat watermetingen te hebben gedaan en dat in een database te hebben gefilterd. Zodat je in ieder geval iets hebt om op terug te vallen op het moment dat je zegt, maar wat jullie zeggen klopt niet. Ja, dit is een heel radicaal idee, maar dit zijn dingen die in Indonesië bijvoorbeeld daadwerkelijk spelen. Ze hebben daar ook zo'n onderzoek naar een rivier gedaan. Ja, weet je, we kunnen misschien niet eeuwig blijven vertrouwen op de overheid, want de relaties tussen overheid en bedrijfsleven zijn ook niet in elk land even helder. Mm-hmm. En ja, misschien wordt het wel belangrijker dan ooit om je vinger aan de pols van de data te hebben. Goed, je hebt maar zoveel tijd in je leven, dat besef ik. Maar er zijn heel veel mensen die zich hier zorgen over maken en die bereid zijn om daar een commitment in te doen. Je hebt maar zoveel tijd in je leven. Je hebt, dit project heeft natuurlijk ook zijn beperkte grootte. Jij zei eerder, ik vind het juist goed dat het ook over kleine stappen met kleine groepen gaat. Ja. Maar als je nou kijkt naar een groter perspectief, is dit een schaalbaar iets? Zou dit voorbeeld veel meer plekken zichtbaar moeten zijn? Wat kunnen we leren van dit project?
Nou ja, daar kan ik alleen maar ja op zeggen. Dit zou gewoon de manier moeten zijn waarop we op een globale schaal met elkaar samenwerken. We moeten niet alleen maar westerse ideeën met westerse oplossingen, westerse fouten met westerse oplossingen proberen aan te gaan. We moeten mensen uit de hele wereld uitnodigen aan tafel. En dat, ja, dit is een klein, je zou bijna kunnen zeggen, symbolisch project als je het echt over die kleine schaal hebt. Maar hopelijk inspirerend voor veel meer plekken. Kijk, wat ik altijd heel erg frustrerend zou ik zeggen, maar vervelend vind, is kijk, op het moment dat wij iemand uit Amerika uitnodigen om na te denken over recycling, dan is het een expert. Maar nodigen we iemand uit Tanzania uit, dan is het opeens ontwikkelingshulp. En dat vind ik zo krom. Mm. Want die mensen hebben een hele interessante andere ervaring met recycling dan een Amerikaan of dan een Nederlander. Ja. Maar besef je dat nou ook? Dat die vooroordelen zitten zo diep. En we proberen gewoon een klein beetje ruimte te creëren waar dat langzaam een beetje opweekt en hopelijk ook gewoon echt verdwijnt. Hey, iets heel anders. Even hier afsluitend, nou ja, weet je wel, een mooie week gewenst. Jij doet heel verschillende dingen. En een van de dingen die jij doet, is dat je je bezighoudt met het onderzoek. Doet eigenlijk naar het idee van, wat nu als we met z'n allen deze wereld kleiner zouden zijn. En hoe kunnen we kleiner worden? The Incredible Shrinking Man is de naam van het project. Ja. Wat is dat voor project? Nou ja, je hebt het al eigenlijk al gezegd. Ik onderzoek al ruim 6 jaar of mensen niet kleiner zouden kunnen worden in plaats van altijd maar groter. We zijn al anderhalve eeuw, 2 eeuwen lang steeds langer aan het worden. We zijn daar trots op. Nederlanders zijn zelfs de langste mensen ter wereld en daar slaan we ons voor op de borst. Ja. We vinden het fantastisch. We hebben het idee dat dat alleen maar het gevolg is van hoe gezond we zijn, hoe goed we het hebben, et cetera. En in zekere zin is dat ook voor een deel waar. Maar uiteindelijk betekent dat wel dat wij als individu veel meer nodig hebben. Je moet je voorstellen dat iemand van 1,80 meter weegt 72% meer dan iemand van 1,50 meter. Dat betekent dus 72% meer olie om jezelf te vervoeren, eten om jezelf te voeden, de stof op je lichaam. Dus je hebt veel meer nodig. Dus het basale idee is gewoon dat we worden steeds groter. We hebben het al niet zo ruim meer op de planeet qua grondstoffen. Waarom verlangen we daar zoveel naar? Waarom dichten we dat zoveel kwaliteiten toe? Terwijl andersom, wat kleiner misschien veel beter zou zijn. Ja, dus aansluitend op het vorige onderwerp, waar je zei, we kijken naar de grote problemen die er zijn. Van een aantal problemen zou je kunnen zeggen, is een deel van de oplossing kleiner worden weer met z'n allen. Nou ja, goed, als we echt heel klein zouden worden. Bijvoorbeeld, in mijn onderzoek zeg ik 50 centimeter, maar dat is een soort theoretisch eindpunt. Omdat de kleinste mens die wij kennen, die was 54,6 centimeter. Chandra Bahadur Dangi uit Nepal. Dus eigenlijk is het maar een klein stukje kleiner dan wat we al kennen. En dat moet je doen bij onderzoek, want je moet altijd over de grens zijn van wat je al kent. 50 centimeter heb je misschien maar 2-5% nodig van de grondstoffen die je nu nodig hebt. En dan hebben we het dus over een reductie van 95% of meer. Daar heb je het wel ergens over. Het is natuurlijk een hele verre, verre einde die ik schets. Maar de grootste winst is te halen tussen 2 meter en 1,50 meter. Want dan neemt je gewicht het meeste af. Ja. En vanwege proportionele groei en krimp. En wat is er voor nodig om kleiner te worden? Voeding. Slechter eten. Nee, dat zeggen we eigenlijk vaak. Hè? Als je naar Engeland gaat, dan zeg ik, het is niet zo gek dat die Britten eigenlijk zo klein blijven. Ze eten gewoon slecht. Ja, maar daar ga je weer. Dat is dus dan, kijk, het is helemaal niet zo dat je slechter moet eten. Bijvoorbeeld minder vlees eten is niet per definitie, niet per definitie als slecht ervaren. Maar meer groente eten, daar blijf je wel wat kleiner van. Minder kaas eten, daar blijf je kleiner van. Maar het is niet alleen maar dat. Het is natuurlijk ook de partnerkeuze. Hè? Waarom verlangen vrouwen altijd naar een langere man? Niet altijd, maar vaak naar een langere man. Allerlei context. Er zijn er zijn honderden factoren die invloed hebben op groei. Je genetische patronen zijn heel complex wat dat betreft. Maar je kan op allerlei manieren wat doen. Maar het belangrijkste is dat je het wilt. Want wij willen langer worden. En omdat we dat willen, omdat we daar een kwaliteit aan toedichten als mens, worden we ook langer. He, dus we, bijvoorbeeld in China zijn ze nu allemaal begonnen met melk drinken. Niet omdat ze melk nou zo lekker vinden, want ze zijn bijna allemaal nog steeds lactose intolerant. Maar omdat ze niet het idee hebben dat ze langer moeten worden. En dat status aan ze geeft. En verdomd, het is nog waar ook eigenlijk. Maar dat is eigenlijk heel dom, vind ik. Ja. Ja, goed. Het begon met een vraag, hè, waar je jezelf waarom. Wat heb jij in deze, want het is een hele uitgebreide site die je erover hebt gemaakt inmiddels. Ja, ja. Wat is het belangrijkste dat jij ervan geleerd hebt?
Kan het? Laten we daar eerst even over hebben. Kunnen we die 1,50 meter, is het haalbaar? Ja, natuurlijk. 1,50 meter is heel makkelijk haalbaar. Omdat er al mensen zijn van 1,50 meter. Dus dat is al het bewijs dat het kan. En een ander bewijs, wat misschien een beetje vreemd klinkt, een ander bewijs is dat we ook steeds groter kunnen. Dus als we groter kunnen, dan kunnen we dus ook kleiner. Er zijn factoren die onze groei stimuleren. Dus diezelfde factoren omgekeerd, die zouden ons ook kleiner laten worden. En dan niet omdat we het zo erg hebben, omdat we zoveel schaarste moeten ervaren. Helemaal niet. Het zijn soms hele praktische kleine dingen. Iets minder eten of wat andere dingen eten. Wat andere stoffen eten die in groenten zitten. Het kan, maar we willen het niet. Dus mijn onderzoek is eigenlijk van... Nou, het begon heel erg van kan het? Ik kwam erachter, ja, het kan. Je kunt natuurlijk ook gewoon genetisch ingrijpen. Er zijn al hormoonpreparaten op de markt die groei onderdrukken. Maar mijn onderzoek is steeds meer van het kunnen naar het we willen niet. En hoe gaan we dat dan leren en omarmen gegaan de laatste jaren. Dus het gaat meer over een culturele factor. Ja, ik kijk heel graag naar het dierenrijk. In het dierenrijk zie je wel eens soorten waarbij het vrouwtje de kleinere man kiest bijvoorbeeld. Dat vind ik heel fascinerend. Ja. Je hebt bijvoorbeeld een kikkertje. En dat kikkertje, dat gaat, nou ja, zoals dat bij kikkers gaat. Het vrouwtje gaat in het midden zitten en de mannetjes gaan eromheen zitten. Beginnen te brullen en indruk te maken. En de grote mannetjes zitten heel dichtbij, want die hebben status, die mogen dichtbij. Ze brullen heel hard, maar ze worden ook heel snel moe. Ze hebben wat minder stamina. Een populair woord de laatste tijd. Die kleine kikkertjes zitten wat verder af, maar die blijven rustig wachten. En die brullen wat minder hard. Ja. En het interessante is dat bij de meeste kikkersoorten, en dat is dan niet zo fijn, maar bij de meeste kikkersoorten kiest dan dat vrouwtje zo'n groot mannetje uit de eerste ring. Maar bij bepaalde kikkersoorten kiest ze, wacht ze gewoon rustig 24, 48 uur af totdat... nou ja goed, dit zijn verhalen die vind ik interessant. En ja. Ik kan het natuurlijk niet één op één vertalen naar mensen. Maar goed, het zou mooi zijn als er in het in de datingstructuur van de mens ook wat meer van dat soort formats zouden optreden. Het is een onderzoek, zeg je zelf. Je hebt een onderzoeksvraag en je bent dat onderzoek nu in de dagelijkse praktijk aan het uitvoeren. Wanneer is het onderzoek voor jou afgerond of wel geslaagd? Ja, nou, het zou geslaagd zijn op het moment dat we verlangen naar kleine. En omdat dat waarschijnlijk nog heel lang duurt, blijf ik nog heel lang onderzoeken. Ik heb opgegeven om een eind aan mijn onderzoek te zeggen. Want ik geloof dat ik in het begin zei van, nou, ik ga dit 2 jaar onderzoeken. En dat leek in het begin heel lang. 2 jaar ga ik hier onderzoek naar doen. Maar die 2 jaar die zijn voorbij gevlogen werkelijk. Ja. Ik kwam zoveel interessante informatie tegen. Inmiddels is het meer dan 6 jaar en ik stop er niet mee. Ik vind het gewoon te interessant. Ja. En er komen steeds weer nieuwe dingen komen boven water. En er wordt natuurlijk ook heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan op dit moment. Er zijn, mensen... Heb je deze vraag ook naar een groter onderzoekspubliek gekregen, zeg maar? Of ben jij de eenzame onderzoeker die zich hierover buigt? Nou, ik heb wel allerlei mensen die mij de hele tijd tips geven en influisteren. Sommige wetenschappers, maar uit allerlei gebieden van de maatschappij, ook internationaal, die mij e-mailtjes sturen. Heb je dit gezien? Heb je dat al gelezen? Dus ik word continu gevoed door een klein omveld weliswaar, maar wel een trouw omveld van mensen die dit interessant vinden en die, die hopen dat ik hiermee doorga. Ja. Dus ik kan nog niet zeggen dat het, hoe moet je dat zeggen, dat het kritische massa heeft bereikt. Maar kijk, zolang de fascinatie blijft. Ik krijg ook wel eens e-mailtjes van mensen die zeggen: oh, fantastisch, kun je mij krimpen? Ja, dan denk ik van ja, dat is misschien niet helemaal realistisch. Maar dat zijn wel mensen waar ik mee contact moet houden, want die willen het al. Ja. Deze mensen bestaan al. Het moeten er alleen nog veel meer worden, totdat het er meer dan 50% zijn. Of zo. Dan gaan we denk ik weer wat kleiner. Ja. Dit programma hebben wij heel vaak start-ups aan tafel. Dus we hebben het hier heel vaak over businessmodellen en dus hoe ga je geld verdienen en et cetera. Ja. Jij zegt, ik ben een kunstenaar. Doorgaans is dat, veel kunstenaars staan die twee dingen ver van elkaar af. Ja. Want hoe is dat bij jou? Wat is het businessmodel, zeg maar, wat jij aan het doen bent? Ja, nou ja, kijk, heb ik niet eigenlijk. Ik geef lezingen over mijn werk, ik geef les, ik maak tentoonstellingen, ik heb nog nooit wat verkocht. Ja, ik doe research, dus ik heb eigenlijk ook niet echt wat te verkopen. En daarmee red ik het prima. Ik bedoel, ik werk hard. Ik probeer mijn ideeën wel aan de man te brengen. Ik zit hier natuurlijk nu ook. Dus ik krijg nog wel eens een uitnodiging voor lezingen of voor workshops. Ja. En de Shrinking Man is niet mijn enige onderzoek. Ik doe ook onderzoek naar arbeid bijvoorbeeld. Ik ben bezig met het maken van een eiland van vet. En daarbij hoop ik wetenschappers en mensen uit de voedingsindustrie rondom die interessante substantie te verenigen. Dus er zijn
allerlei mogelijkheden. Ik wil me wel verhouden tot de echte wereld en echte interesses, alleen vanuit een andere positie. Dus ik probeer altijd die positie vorm te geven, ja, waardoor er een interessante dynamiek tussen mij en dat veld kan ontstaan. En waardoor het dus ook voor de anderen interessant is, omdat ze ook een nieuwe gedachte kunnen ontwikkelen. En dat is waardevol, lijkt mij. Dat is ook voor een deel de waarde van het creatieve veld, denk ik. Dus ja, zo red ik het. Maar, hey, maar waarom is het zijn voor mij, als je alleen al het woord, dan krijg ik ook kippenvel. Maar je zegt, als ik vroeg aan het begin van, hoe noem je jezelf? Zei je kunstenaar, maar noem je jezelf ook als wetenschapper? Nee, wetenschapper niet. Nee. Onderzoeker noem je dan. Onderzoeker wel, ja. Maar wetenschapper word ik misschien wel eens door anderen genoemd. Ik ben zelfs als filosoof genoemd of dingen die ik niet officieel ben. Maar kunstenaar, dat mag je altijd. Dat mag iedereen zich noemen, hè? Dus dat is het voordeel. Ja, officieel, ik heb wel een diploma, ik ben kunsthistoricus. Ja. Dus wat dat betreft zou ik me dat moeten noemen, dan neem ik aan. Maar goed. Ja. Wat is het volgende onderwerp wat je zou willen onderzoeken? Of ben je nog lang niet klaar met de dingen waar je nu mee bezig bent? Nee, sowieso nog lang niet klaar. Ik heb altijd iets van 5-6 dingen die ik wil onderzoeken tegelijkertijd. En die doe ik jarenlang. Fatberg, dat project, dat eiland van vet, wat ik met Mike Thompson samen doe, is er één van. Morgen gaat de Kickstarter-campagne van starten. Oké. Dus ik ga naar Kickstarter en doneer iets voor dat vet eiland. Want het is een relevant onderwerp, denk ik. Het is een iconisch materiaal voor deze tijd. Waar ik op dit moment erg door gefascineerd ben, is het idee van het evacueren. Gewoon het idee evacuatie interesseert me heel erg in relatie tot de planeet. En dan niet dat we er allemaal van afgaan, maar dat we allemaal naar één punt gaan. Om elkaar allemaal te ontmoeten op één punt op de aarde. En dat we dan de rest van de aarde even wat ruimte geven om tot zichzelf te komen. Maar waarom fascineert je dat dan op dit moment? Nou, het fascineert me niet zozeer. Kijk, je hebt natuurlijk allerlei fantasieën bijvoorbeeld over één stad. Een stad voor 8 of 10 miljard mensen en dan de rest van de aarde leeg. Dat heb ik een tijdje lang onderzocht, vond ik wel aardig, maar ik vond het ook weer niet zo spannend. Totdat ik me realiseerde dat om er naartoe te komen met z'n allen, dat wel heel spannend is. Stel je voor dat we met z'n allen op stap moeten. Ja, de reis zelf. Ja. Dus het evacueren zelf. Dat is, je vraagt ernaar. Dat is iets wat mij op dit moment heel erg fascineert. Want er zijn natuurlijk allerlei bedrijven bijvoorbeeld die evacuatiescenario's uitspelen en dat soort dingen. En ik vind dat spannend, ik vind het interessant. Ik heb laatst in Japan een hele interessante rij gezien waar mensen in de breedte kwamen aanlopen en dan hun neus een kwartslag draaide en dan de deur ingingen. Ja, ik weet niet of dat op radio overkomt, maar dat was ook weer zoiets waarvan ik dacht van, nou, dat is voor een evacuatie best wel efficiënt. Je kunt allemaal gewoon, dan gaat het bijna over choreografie van de mensheid op de planeet. En dan wordt dat interessant en dat kan je dan weer heel goed verhouden tot dingen die wel echt bestaan en die voor sommige mensen wel echt onderdeel uitmaken van hun professionele leven. Nou, dat is wat je eigenlijk zegt. Hey, ik probeer eigenlijk wilde, rare, bijzondere ideeën te combineren. Maar ze moeten wel een... jij vindt het wel belangrijk dat ze zich verhouden tot de realiteit. Dat is wel mijn vorm. Ja, ik vind het trouwens helemaal niet belangrijk dat kunstenaars zich op die manier uiten. Absoluut niet. Iedereen moet precies doen wat hij wil. Maar voor mij is dat geeft mij de energie. Dat er nog net genoeg afstand... Dat er niet te veel afstand is, waardoor er geen stroompjes meer kunnen over. Geen vonkjes meer kunnen overschieten. Dus er moet... Ja, volgens mij is dat de basis van beweging, van dynamiek, is dat je een spanning tussen twee punten opstelt. En dan gaat er van alles gebeuren voor beide punten. En daartussenin ook nog eens. En dat is, zo moet het voor mij zijn. Maar ik vind het ook heel mooi dat iemand zich helemaal terugtrekt in een hutje op de hei. En daar hoor je nooit meer wat van. Ja. Ja, dat vind ik ook prachtig, want dat vind ik ook zo'n mooie radicale. En als gedachte is dat ook dynamisch natuurlijk. Ja. Hey, een mooie week gewenst in Eindhoven. Ja, en we gaan je projecten volgen. Dankjewel. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. Kijk je live mee. Blijf dan kijken. Zo direct praten we met Bart Brouwers over de toekomst van de journalistiek. En kijk je on-demand, dan weet je dat je die uitzending in ons YouTube-kanaal op de website van Fast Moving Targets kunt terugvinden. We danken de sponsors. Dat zijn 2ML, die ervoor zorgt dat de hosting van onze site goed is verzorgd. Voor Streamzilla uit Groningen, die ervoor zorgt dat je iedere week live kunt meekijken. Bier & Co, die zorgt voor de biertjes. Wat voor bier had jij? Een IPA. Was die... Oké, je mag er ook zeggen. We hebben afgesproken met sponsor dat je het ook mag zeggen als het niks is. Ja, dat vind ik heel aardig van, maar ik vond het erg lekker. Oké, goed. Bier & Co uit Amsterdam dus. En we zitten hier, zoals iedere dinsdag sinds korte tijd, bij Freedom Lab. Die is er ook voor zorgen dat je kon meekijken. Ik dank je wel voor nu. En normaal gesproken zegt mijn vriend Stekel het laatste woord. Dat zal ik nu ook doen. Dag.